PVV. Ja, dankjewel, voorzitter. Zoals door collega's al gezegd, vandaag bespreken we een rapport over de Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie. En dat is eigenlijk een rapport waarvan de PVV zich al voor de opdracht, voordat die opdracht werd gegeven, heeft afgevraagd wat we nu eigenlijk kunnen met de uitkomsten van een dergelijk onderzoek. En want het antwoord op de vraag of Nederland haar belangen goed of slecht behartigt, hangt mijn ziens toch heel erg af van wat je in het Nederlands belang vindt. En die vraag wordt nogal verschillend beantwoord. Want de PVV vindt minder Europese Unie het Nederlands belang. Maar ik denk dat mijn collega hier aan de linkerkant van D66 daar weer heel anders over denkt. Maar goed, voorzitter, er ligt dus nu een rapport. Een rapport met de titel Weinig empathisch, maar wel effectief. En ook een rapport dat volgens de opstellers ervan niet representatief is. En mijn eerste vraag is dan ook, deelt de minister deze mening? En herkent de minister zich in de globale uitkomsten van dit onderzoek? En voorzitter, om iets zinnigs te kunnen zeggen over de belangenbehartiging door Nederland, moet volgens mij ook gecontroleerd kunnen worden met welke inzet het kabinet naar Brussel afreist, wat ze daar precies doet en met welke resultaten vervolgens terugkomt. En dat, zo is mij gebleken, ik bedoel, ik heb een paar jaar in Brussel gezeten en dat is een wereld met een hoop schimmigheid, mist en rookgordijnen. Maar we kunnen hier toch echt ook wel wat van. Want transparantie over wat we hier met elkaar bepalen dat de inzet is, wat er vervolgens gebeurt en wat we terugkrijgen, dat blijkt toch wel een lastig dingetje. We zagen het bij de mist over de inzet, bijvoorbeeld rondom de baantjescarousel. Maar ook mist over de inzet ten aanzien van het standpunt over het openen van toetredingsonderhandelingen. Mist over wat er nu eigenlijk op tafel ligt. Bijvoorbeeld worden vaak geconfronteerd met documenten die niet openbaar zijn, die we wel hebben mogen inzien, maar waar we dan niet meer over mogen praten. Dus dat helpt natuurlijk niet dan om te kunnen controleren of die Nederlandse belangen dan goed worden behartigd. En dan, voorzitter, dan komt er nu ook nog bovenop, en dat schrijft de minister dan zelf in zijn in antwoorden op vragen over dit rapport, dat het kabinet geen cijfers bijhoudt van het aantal keren dat Nederland voor of tegen stemde op een dossier. Maar dat Nederland wel in merendeel van de gevallen voor aanname van het voorstel is. En voorzitter, is het minister het met de PVV eens dat om de transparantie van die hele Brusselse besluitvormingsmolen, om die te vergroten en de controlerende rol van de Kamer te verstevigen, het toch op zijn minst goed zou zijn als het kabinet bij gaat houden wanneer en op welke dossiers er voor en tegen wordt gestemd door Nederland en dat ook actief aan de Kamer te communiceren? En voorzitter, mijn tweede punt. Het onderzoek, zo lezen we, had niet de ruimte om te kijken naar de inzet van het veto bij de Brusselse onderhandelingen. Maar de minister schrijft daarover dat er in de algemene praktijk eigenlijk zelden sprake is van de inzet van een veto. En nu zou ik graag heel concreet willen weten, en ik geloof dat de heer Mulder die vraag ook stelde, hoe vaak heeft Nederland nu eigenlijk concreet dit instrument ingezet en op welke dossiers? En is de minister het met de PVV eens dat de weinige vetorechten die we nog hebben, dat we die behouden moeten blijven en dat we daar ons keihard voor moeten inzetten? Nou, voorzitter, zoals we denk ik allemaal hier wel weten, kan in de beginfase van de EU, van het EU-beleidsvormingsproces de meeste invloed nog worden uitgeoefend. En de vraag is dan toch altijd wel weer wanneer dat moment dan precies is. Hij is voorbij. Want er wordt hier ons heel vaak voorgehouden dat we moeten wachten op een concreet voorstel. U bent te vroeg, horen we dan. Het is te vroeg, u bent te vroeg, totdat het opeens te laat is en alles dan in kan en kruik is. En dan staan we hier en dan kunnen we er eigenlijk alleen nog maar naar kijken. Dus mijn vraag is dan eigenlijk, wanneer begint zo'n beïnvloedingsmoment nu eigenlijk? En is dat niet gewoon al op het moment dat die proefballonnetjes worden opgeworpen? Zoals bijvoorbeeld door de nieuwe commissievoorzitter van der Leyen, die in een speech in het EP al een en ander lanceerde over een Europese Green Deal, die 1.000 miljard zal gaan kosten, over een Europese werkloosheidsverzekeringsstelsel, et cetera, et cetera. En moeten we niet gewoon gelijk, als dit soort proefballonnetjes worden opgeworpen, als we dat niet willen, die de kop indrukken en niet gaan zitten wachten totdat er een voorstel ligt waar allemaal tijd en energie is ingestoken, zodat wij dan eigenlijk met een onzalig plan opgescheept zitten worden, wat toch mij veel lastiger lijkt om, als het er eenmaal ligt, om het van tafel te krijgen, dan om te zorgen dat het gewoon niet op tafel komt. En voorzitter, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, maar waarschijnlijk niet zo heel veel. Er wordt gesproken over bovengemiddelde invloed. Dat schrijven die 62, of dat geven die 62 ondervraagden in het onderzoek aan. En dat wekt toch ook wel weer verwachtingen. En hoe verhoudt zich dat dan met bijvoorbeeld die nederlaag in het pulsvisserijdossier en in die Brusselse baantjescarousel, waar de kandidaten van het kabinet naast die beoogde topfuncties geven? En vindt de minister ook dat Nederland een bovengemiddelde invloed heeft?
En zo ja, waarom zetten we dat dan niet in om die Nederlandse afdracht fors omlaag te krijgen? En voorzitter, als ik het dan toch over die miljardenbegroting heb, en misschien dat ik dan enigszins afwijk van het onderwerp, maar kan de minister iets zeggen over de onderhandelingen daarover? En de invloed van Nederland op de koers die die onderhandelingen nu varen? Want zo lees ik bijvoorbeeld dan weer in het verslag, worden er binnenkort stappen ondernomen. Er komt een nieuw, een aangepast onderhandelingsdocument zal er verschijnen na de Europese Raad, waarin er voor het eerst ook prijskaartjes zullen worden opgenomen in dat stuk. En ik zou heel graag van de minister willen weten hoe dit nu precies in zijn werk gaat en welke input Nederland levert ten aanzien van die prijskaartjes en wanneer. En dan, voorzitter, zal ik afronden nog één punt. En dat kan het eigenlijk toch ook niet laten. Ik zag net voordat ik hierheen ging een mailtje van de European Council, de Press Service, in de mailbox. En dat ging over over het openen van de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. En de positieve aanbeveling daarover van Juncker, Tusk en de voorzitter van het Europese parlement. En ik zou toch heel graag van de minister willen weten hoe hij die vermeende bovengemiddelde invloed gaat inzetten om dit niet toe te staan. Dank u. Dank u wel. En ik heb nog wel een aantal dossiers waarvan ik zelf mij afvraag of wij als Kamer en als regering tijdig door hadden wat voor gevolgen die wetgeving hadden. Dat gaat over pensioenen, dat gaat over de pas, dat gaat over Natura 2000, waar wij denk ik onvoldoende in een vroeg stadium meekijken. Ik had daar geen tijd voor mijn inbreng, maar ik zou dat op een nader moment wel eens willen bekijken of wij vroeg genoeg met een impactanalyse in beeld brengen wat er gebeurt. En het dossier waar ik nog aan het zoeken ben, en daarom had ik hem niet in mijn inbreng zitten, maar nu u er toch naar vraagt, kan ik hem nu wel geven, is de vrijwillige brandweer. Wij worden in één keer geconfronteerd met de vrijwillige brandweer die nu betaald moet worden. Dat volgt uit Europese wetgeving. En mijn vraag is, hadden wij bij die vrijwillige brandweer, toen die richtlijn besproken werd, kregen wij toen tijdelijk in de BNC-visie te horen en hebben wij intern de analyse gemaakt dat dit gevolgen zou hebben voor de vrijwillige brandweer? Want dat is natuurlijk het moment dat je dat moet doen, niet nadat die richtlijn geïmplementeerd moet worden. Dat is wanneer we er nu achter komen. Hadden we dat in beeld? En zullen we dat niet in beeld hadden, dan kan het een keer misgaan. Wat leren we er dan van dat ons dat volgende keer niet gebeurt? Hebben we een impactanalyse nodig? Hebben we iets anders nodig om dit goed in beeld te brengen? Want de Europese wetgeving is natuurlijk wel rechtstreeks van toepassing.